Vorige week heb ik u al uitgebreid verteld over het project dat onze parochie gekozen heeft in de vaste actie. Een project van de zusters van de heilige Maria Magdalena Apostel in Brazilië. Ze helpen een sloppenwijk, Alto da Gloria, in het plaatsje Leme, te renoveren opdat ouders en kinderen in huizen kunnen wonen met een keuken, toilet en douche. Wat voor ons zo normaal is. Twee van de zusters wonen in Harmelen en één daarvan, zuster Lucia, werkt al jaren in de parochie Licht van Christus. Zuster Lucia is vandaag ook hier aanwezig en zal straks op het eind van de mis zelf ook vertellen over het project. Mogen de vaste tijd de mensen hier en de mensen in Brazilië leven en vrede brengen. Voordat het Pasen wordt, is er eerst nog die lijdensweg. Door die lijdensweg heen gaat het om redding. Gaat het Jezus om onze redding. Hij heeft ons lief, hij vertrouwt ons. We mogen erin geloven, erop hopen en ernaar uitzien. En tijdens die reis mag zijn eigen volharding onze trouwe aandacht hebben. Moet je daarover zwijgen als een geheim? Ik denk het niet. Daar mogen we niet over zwijgen. Daar moeten we over spreken. Sterker nog, daar moeten we in ons handelen, in doen. Amen. Bidden voor ons vaste actieproject in Leme, in Alto da Gloria in Brazilië. Het altaar wordt nu klaargemaakt voor de viering van de Eucharistie. Na de viering kunnen wij ons bij het offer aansluiten. Vandaag speciaal via de collecteschaal van zuster Lucia. Voor de kinderen, vooral voor de kinderen, in de sloppenwijken van Alto da Gloria. Ik nodig van harte zuster Lucia naar voren toe. Ja, daar is ze al helemaal voor. Gaat u weer even zitten, ga rustig even zitten om naar haar te mogen luisteren. Lieve mensen, ik ben zuster Lucia van de zusters van de heilige Maria Magdalena Apostel. En ik woon nu momenteel in Harmelen tussen de boeren. Onze klooster is verkocht, maar daar kom ik niet voor. Het is mijn voorrecht hier te zijn in de kathedraalkerk om te vertellen over het missieproject, of beter het vaste project, waar wij, u, uw parochie, gekozen heeft om te steunen dit jaar. U weet van de drie pijlers van de vastentijd. Bidden, vasten en almoezen. En voor de derde kom ik hier bij u. Ik kom om hulp te vragen voor een arme wijken in Leme, São Paulo, Brazilië. Waar onze medezusters heel veel jaren werken en veel goed werk verrichten voor de armen uit Leme, uit de wijken van Leme. Dankjewel. En ik woon momenteel natuurlijk in Harmelen, maar ben vrijwilliger in de parochie Licht van Christus. Het is in Leidse Rijn. Leidse Rijn zijn bijna of ongeveer 100.000 inwoners. In Leme zijn 105.000 inwoners. Dus niet zo groot, wel net zo groot als Leidse Rijn. En dan met vele wijken rondom. Een van de wijken is een kleine wijk, Alto da Gloria. Het doet mij goed te horen, Alto da Gloria is zo'n kleine dorp van ongeveer 5 straten, huizen, mensen, heel ver weg van het centrum van Leme. En de diaken heeft al mooi verteld over Alto da Gloria. Alto da Gloria is eigenlijk dezelfde naam als het feest van vandaag. Alto, berg, hoogte, Tabor, van de heerlijkheid. Alto da Gloria, dus ik ben op de goede dag op
bij u. Ik heb in Lemmen gewoond, 7 jaar lang. Maar deze wijk is eigenlijk na mijn tijd ontstaan. Lemmen is omgeven door grote plantages van suiker, van suikerriet, katoen en sinaasappel. Dus rondom Lemmen zijn grote grondbezitters vol met plantages. En daar komen de mensen op af. De mensen die uit noordoost van Brazilië, waar heel veel droogte is, daar hebben ze dan eigenlijk niks als het te droog is, komen ze allemaal bij de plantages werken. Maar in de loop van de tijd zijn de plantages ook met machine gedaan worden. Worden ze gedaan met de machine. Dus het is nu minder werk. Dat is één. Twee, plantages die zijn niet het hele jaar door. Dus wat ze verdienen in dat ene seizoen, moet ze besparen, goed bewaren voor het hele jaar. En dat kan soms niet. Nee, dat kunt u niet. Zoals katoen bijvoorbeeld. Het is hard werk. Ze moeten heel veel katoen plukken. En doet pijn aan de nagels. Komt bloed daaruit. En, want het is helemaal niet zwaar. Komen ze thuis aan het einde van de dag helemaal dood op met een paar centen in de zak. De grote grondbezitters die betalen niet zoveel. Dus deze mensen belanden in Krottenwijk. En dan hebben ze huisjes daar. Het is anders dan hier in Nederland. De huizen daar, iedereen kan een huisje, een hutje bouwen. Een soort tuinhuisje. En dan is helemaal niet goed gebouwd. En ze denken dan, ik kom naar Lemmen, naar die plantages werken. Het is net een beloofde land. Maar ze vergissen zich. Ze komen in die Krottenwijk en daar is eigenlijk niks. De huizen zijn niet gebouwd, niet goed gebouwd. Alto da Gloria is een extreem arme wijk. De allerarmsten leven hier onder zeer erbarmelijke omstandigheden. Zo groeien kinderen op in ellende, zonder normen en waarden. En omdat er zoveel armoede is, zijn de wijken broeinest geworden van criminaliteit, van drugs, van dieven, van prostitutie. In deze vaste tijd willen wij met uw steun, met uw hulp, samen met de andere kerken van Utrecht, maar ook een paar kerken uit Rotterdam, uit Hoogvliet, de Mariakerk doet ook mee, en de protestantenkerk, Dorpskerk doet ook mee, maar ook een kerk uit Bolsward, daar waar mee de zuster woont, doet ook mee. Wij hopen samen 33 huizen van deze arme mensen te kunnen renoveren. Heel veel mensen worden geholpen. Want de zusters die zijn keihard aan het werken daar. Ze hebben meer dan 30 projecten in al de wijken rondom Lemmen. Dit kunnen de zusters echter niet alleen. Wij zijn daarom blij, dankbaar dat u misschien een beetje wil helpen. De huizen zijn bouwvallig. De daken lekken. De afvoer stokt. Losse elektriciteitskabels. De toiletten en douches die zijn krakmikkig of afwezen. De wijk zal dan veiliger worden. Dan kunnen de kinderen zonder gevaar weer over de straat lopen. De bewoners van deze wijken zullen zelf zorg dragen voor de renovatie. De gemeente zal ook meehelpen en komt de bestrating, verlichting. En dat is een paar dingen wat de gemeente ook wil doen. Omdat de gemeente gemerkt heeft dat de zusters daar zo goed bezig waren. Dan zijn ze een beetje wakker geworden dat ze ook een beetje kunnen helpen. Al met al gaat dit ertoe leiden dat de wijk uit de criminele sfeer wordt gehaald. Dat normen en waarden groeien. De kinderen veilig naar school kunnen gaan. En de voorkoming van ziektes en de verbetering van de gezondheidszorg. De zusters die helpen met scholing, vormingscursussen, om hem een beroep te leren, maar ook op allerlei manieren, zoals handwerk, bakken, moestuin, sporten, muziek, dans, voetbal. Onze zusters daar, onze medezusters moet ik zeggen, helpen waar ze kunnen.
En u kunt misschien een beetje meehelpen. U kunt helpen door een gift te doen. Hier in de flyers zijn de bankrekening van de drie parochies, maar ook een QR-code waar u kunt scannen met uw mobiel en geld over te maken als u kunt missen kan. En achter in de kerk zullen wij zo meteen ook met een schaal collecteren als iemand contant wil betalen. De zusters daar doen alles per deel, voor niks, gratis. De congregatie en de kerken hier in Nederland doen ook alles voor niks, gratis. En het geld voor dit project, wat hier wordt ingezameld, is voor het bekostigen van alle bouwmaterialen die noodzakelijk zijn om dit bouw te kunnen realiseren. Om het renovatie te kunnen realiseren. Zo helpen wij samen met u bij het creëren van een veilige, vredige en vooral gezonde leefomgeving. Uw hulp hebben wij hierbij hard nodig. Ik wil u namens de mensen daar in Alto da Gloria, Leme, en de zusters van de heilige Maria Magdalena Postel alvast heel erg bedankt voor uw steun. En ik wil sluiten met onze congregatie groet. Viva Jesus en nossos corações para sempre. Leve Jezus in onze harten in eeuwigheid. Dank u wel. Zuster Lucia, gelukkig. Veilig weer van de opstap eraf, maar beter zichtbaar daardoor. Gelukkig ook. Goed om te weten zometeen ook voor de International Mass.